Mijn beste vrienden, waar u ook bent ter wereld. Paramaribo, groeten met een krontapie, brassa, streed van de haard en puur natuur. U kent dat wel. Yes, brassa, you compé, segi, you picking. U weet inmiddels hoe u dat moet doen. Ja, ik ben terug na een korte pauze en ik moet zeggen, het was heel erg lekker. Ik heb best veel geslapen. Ik wist niet dat ik zo moe was. Maar het heeft ons alle goed gedaan. Luister, mijn Mattie. Mark Rutte zou komen. Mark Rutte is gekomen. En nu is Mark Rutte terug naar Nederland. Als het goed is, zit hij nu in de sky of hij is net overgestoken. Luister, mijn Matti, mijn Barra, waar het allemaal om gaat. Er zijn in dit bezoek zijn er natuurlijk best wat hele interessante dingen gebeurd. Kleine slordigheidjes, maar dit heb je altijd, want het protocol is een vak apart. Hè? En deze regering getuigt niet van het feit dat ze dat gedeelte van protocol beheersen. Dat hoor je wel te doen. Maar goed, wel leren, hopen we. Er zijn vele mensen die gevraagd hebben, gaat die man de hand van Ronnie Brunswijk, de vicepresident, schudden? Dat is blijkbaar wel gebeurd, niet onder mijn ogen. Ik heb het niet gezien, maar ik heb wel gezien dat die Mark een nette knik heeft gegeven aan Ronnie, zo'n hoofdknikje, tijdens de buitengewone DNA-vergadering. En ik heb ook gezien dat ze bij de kranslegging Bastion Ferre, dat ze eigenlijk op pak bij 2 meter afstand van elkaar stonden. En ja, dat moet dus gebeurd zijn. Laten we elkaar niet voor de gek houden. Daar in Bastion Ferre is natuurlijk wel best een kleine blunder heeft daar plaatsgevonden. We gaan daar niet over blijven praten hoor. Want Mark moest zelf de regie in handen nemen om terug te gaan naar dat monument. Om daar gefotografeerd te worden door de pers. Dat had dus de persdienst van president Santokki had dat even laten varen. Nou, heel slordig en heel lastig. Maar kijk, Mark is natuurlijk een diplomaat. En met Nederland als zijn papaland is het een grote diplomaat. Je kan niet anders zeggen. Ik bedoel, ik ben geen persoonlijke fan van Mark Rutte. Helemaal niet. Ik ben... het is heel moeilijk om me als fan te krijgen wanneer ik weet dat er nog steeds allerlei issues zijn die niet erkend zijn, waar we met elkaar natuurlijk over struikelen op allerlei manieren. Maar laten we dat even laten, want ik denk dat het wel komt. Als ik me ga concentreren op datgene wat er hier is gebeurd, dan zeg ik, er zijn allerlei randvoorwaarden gecreëerd om wel tot erkenning te kunnen overgaan van, zeg maar, rustig, de ex-kolonie, 300 jaar kolonie Suriname, zou eindelijk een streep kunnen krijgen en we zouden eronder kunnen krijgen en we zouden de stap kunnen maken naar een nieuw zijn. Hè? Een nieuw zijn, pas op, hè? Het zal ook een nieuw bewustzijn moeten inhouden. Anders heeft het weinig zin. Het begint allemaal met de erkenning dat het land waardevol is, dat we een onafscheidelijke familie zijn, hoe breed dat ook mogen zijn, dat die mensen 300 jaar kolonialisme hebben neergezet op onze hoofden en dat we toch de grootste familie zijn. Dat zijn we inderdaad. En de inborst van Suriname is ook heel erg familiaar. Maar we moeten oppassen voor het overgebleven rudiment van slaafsheid. Hè? Daar moeten we voor oppassen. Oké,
pak je dit hele bezoek bij elkaar zo? Je harkt het bij elkaar met alle dingen eromheen. Mark komt met een flinke delegatie van captains of industry. En de minister van Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingszaken, die kwam ook. Liesje met een Duitse naam. Maar dat is allemaal leuk. Allemaal leuk. Allemaal leuk. We moeten beseffen dat op dit moment, zoals het er nu zit, dat het heel erg moeilijk zal zijn, we zijn realisten, om in Suriname te investeren. Omdat elke investment geblokkeerd wordt en wordt dwarsgezeten en wordt beïnvloed door de heersende status quo. Hè, door de heersende modus operandi van mensen die blokkades opgooien en de tjoekoetrein altijd willen laten rijden. Het is moeilijk om hier een investeringsklimaat te creëren, omdat je aan heel veel zaken moet voldoen die allemaal te maken hebben met een stukje bureaucratie. En die bureaucratie heeft ook weer te maken met het opwerpen van die tjoekoetrein. Dus dat is een heel lastige situatie. En daarbij moeten we eerlijk zeggen dat op dit ogenblik even een stapje maken naar Albert Ramdien. Dat doen we straks uitgebreider. Maar dat wij natuurlijk, Suriname is, hoe lastig het ook is, we zijn een narco-staat. Zo ben je bekend in de wereld. Er is een Netflix-film waar Ramdien, minister van Bibi's, wil van protesteren en zo, maar die film vertelt eigenlijk de waarheid. Dus even terug naar onze mensen die willen investeren in Suriname. Dat zijn de tegenwerkingen die je gaat ondervinden. Internationaal ga je die tegenwerking ondervinden. Banken willen geen zaken doen met Suriname, want die Surinaamse banken zelf, die hebben allerlei interne problemen, waardoor het is alsof ze eigenlijk meewerken en heel eenvoudig, lastig gezegd, alsof zij corruptie faciliteren. Denk dat terug aan een bank die 1 miljoen overmaakt naar een klant. Hè? Zonder geen enkel probleem. Terwijl, als jij een bankrekening wil openen voor, pak een beet, $100. Dan moet je gigantisch veel papieren invullen. Waarvan we denken van, hey, luister nou, laat dat ding, laat het. En dat is een probleem wat heel veel mensen en zakenlieden in Suriname ondervinden. Je kan niet eens een bankrekening openen. Maar tegelijkertijd werkt de bank wel mee om 1 miljoen over te schrijven op een privérekening van iemand anders in de Russie-affaire. Daar heb ik het over. Dus je merkt dat het niet gewoon iets van particulieren zijn bezig met een gevecht. Nee, het is eigenlijk een structuur binnen de organisatie van de regering zelf die bezig is met dit soort rare praktijken. Waarvan je kan zeggen, ja, ze weten het niet. Natuurlijk weten ze het niet, ze weten het nooit. Mijn naam is ook Haas, ik weet ook niks. Maar beste vrienden, laten we dat even aan de kant laten. Dit soort zaken, die zullen zaken doen met Suriname heel lastig maken. Het is altijd mogelijk. Het is mogelijk. Maar aan de andere kant geef ik heel eerlijk toe dat in een coalitie met de ABOP en de VHP, de NPS en Partaya, dit toch een hele wankele regering is waarvan ik denk dat die gasten gaan vallen.